Hele goede morgen, guys. Ik dacht vandaag, ik ga weer beginnen met vloggen, want ik heb het echt gemist. Ik had gisteren mijn camera opgeladen. Ik had alles al klaargelegd voor vandaag, want ik heb vandaag opnames. Even hier neerzetten, is wat fijn om te praten. Maar vandaag ben ik de gast bij Spoton. Ik heb daar een interview, dat is alweer een tijdje geleden dat ik heb gedaan. Maar dat is naar aanleiding van mijn... Dat is naar aanleiding van mijn zwangerschap. Ik denk dat het een beetje gaat over het hele traject. Ik had gisteren eigenlijk een voorinterview moeten hebben, maar dat ging niet door. Maar ik weet al in grote lijnen waar het ongeveer over gaat. Dus dat komt helemaal goed. Zo, ik moet er wel echt heen komen, guys. Ik merk al dat ik hier echt in moet komen, want ik denk nu bij mezelf van wat moet ik nou zeggen dan? Ik heb gisteren trouwens een heel leuke jurk gescoord bij de H&M, maar ik laat jullie zo even wat duidelijker zien. Trouwens, ik heb het echt al heel lang niet gehad. Maar natuurlijk, met opnames moet ik het weer hebben. Ik heb opeens gewoon weer een koortslip. Na dikke 3 jaar of zo. Ik heb het maar een beetje proberen te coveren met een beetje concealer en zo. Maar het ziet er echt niet uit op camera. Ik hoop dat het niet echt te zien is. Nou guys, ik ben aangekomen op de locatie. Je mag gewoon op beeld. Mag ik gewoon? Ja, tuurlijk. Okay. Ik ben aangekomen op locatie. Oh. Oh. Daar heb je haar hoor. Hi. Ik ben echt nou zo lang weer aan het vloggen, zei ik net. Super leuk. Dus ik ging even onze shot even uitproberen. Wij gaan hier zo zitten. En dan gaan we starten. Het is bijna tijd. Ja. Dit is lekker. Kijk, guys. Petra. Ja. Zo, ik ben net klaar met de opnames. Het was echt heel gezellig. Heel leuke meiden. Ik heb lekker broodjes meegekregen. Ik krijg altijd zeg maar eten tijdens de opnames, maar letterlijk niemand eet die. Dus ik heb lekker een broodje meegenomen voor in de auto. En ik heb nu echt heel veel trek gekregen. Heel leuke interview. Komt binnenkort online, dus dan kunnen jullie het allemaal checken. En ja, that's it. Ook een paar kijkersvragen beantwoord. Oh guys, ik ben thuis. En Essie is ook echt net thuis. We hebben... best wel een moeilijke dag eigenlijk vandaag. Hè? Tenminste, gisteren ben ik weer naar de dierenarts geweest met Dinar. Met Dinar gaat het eigenlijk niet heel goed. Het gaat heel sterk achteruit zelfs. Wij dachten in het begin dat het door het kattenhotel kwam. Want ze begon te niezen daarna toen we haar ophaalden. We hebben dus de katten naar het kattenhotel gebracht omdat we niemand hadden die kon oppassen op ze. Ja. Toen kwamen ze eigenlijk al bij niezend terug. Met Lira gaat het nu goed. En bij Dinar sloeg de antibiotica niet aan. Het werd eigenlijk steeds erger. Het niezen stopte, maar ze kreeg echt heel rare symptomen. Ademhaling werd raar, ze ging afvallen, ze eet niet meer. Dus... ze is van 4,1 kilo naar 3,1 gram. Van een kilo afgevallen bijna. Ja, ik ben naar de dierenarts geweest gisteren en toen moest ze eigenlijk naar een spoedecho. En wij zijn eigenlijk vandaag echt net gewoon achtergekomen dat ze gewoon echt hartproblemen heeft. Ja. En eigenlijk hebben ze gewoon echt straight tegen ons gezegd dat ze niet heel lang gaat leven. Ja, ze gaat niet heel oud worden waarschijnlijk. Weet nee, je, dat staat 100% vast. Dat ze op zo'n jonge leeftijd al hartproblemen heeft, is wel echt een ding. Ja, dus wij dachten eerst het kattenhotel. Ja, het niet zoals dat het kattenhotel, maar misschien kan het ook zijn dat het zich door iets anders heeft ontwikkeld. Ja, maar die dokter zei ook toch gewoon dat bij raskatten gewoon dit soort shit gewoon ja, wel vaker voorkomt. Ja, bij Britse kortharen zie je het ook vaker. Dus dat is kut. Dat is niet kut. Leuk om te horen, maar ja, nu moeten we er gewoon voor zorgen. We hebben nu dwangvoeding. Het is echt zo'n spuit hier. En wij moeten haar op deze manier gaan voeden, zodat ja... Dat vindt ze niet leuk. Nee, anders krijgen ze dus echt niks binnen. En ja, ik maak me echt druk om Dina. Ik heb gisteren denk ik om 3 uur 's nachts werd ik wakker. En ik was zo verdrietig. Toen ben ik naar Dina gelopen, heb ik echt gewoon... een half uur lang met Dina geknuffeld en daarna ben ik naar bed gegaan. Ik voel me echt zo rot hierover. Lira is wel gewoon fit, hè? Met Lira gaat het heel goed. En ik moest dus voeding geven aan Dina om haar sterk te maken. En Lira heeft het opgegeten. Lekker bitch. Nou, ik wil jullie even updaten. Niet zo leuk nieuws, maar ik kan er niet zo heel veel aan doen, hè. Hoort erbij. Oh, ik zeg het nu heel makkelijk, maar ik heb echt dagen lopen janken hierom. Mijn hart breekt echt voor Dinar. Het is een lange kat. Met haar gaat het wel goed. Guys, ik heb even mijn handschoenen aangedaan. We hebben hier de voeding voor Dinar gemaakt. Nessim, are you ready? Dat is zo zielig. Toen met een spuitje. En dan moet het dus in haar mond stoppen. Ik ben heel trots op mijn Dinari, hè? Je hebt toch nog een hapje alleen gedaan, hè? Love you. Goed zo. Love you.
Ik ga even kattenmelk voor jou halen, denk ik, hè? Ik denk dat je even natte voer liever wil. Ze eet geen brokjes, alleen natte voer nu. Ik ga even kattenmelk voor jou halen. Nee, als ik kijk zo zielig. Ik kijk zo zielig, hè, poepie. Dus ik heb ook echt net keihard lopen janken op een bank. Maar ik dacht, ja, dit gaat niet helpen. Ik kan er even het beste van gaan maken. En gewoon alles even doen wat ze nodig heeft om nu op te knappen. En daarna zien we dan wel. Als het nog verergert, we moeten over een half jaar een echo doen. Als het dus verergert, dan moeten ze dus echt aan de medicatie. Maar dat is echt alleen maar om uit te stellen, zeg maar. Het is geen behandeling. Ik heb dus vroeger een hond gehad. En die was overleden op een heel nare manier ook. Want hij was doodgebeten door een andere hond. Ik kon er niet van slapen. Ik was er echt maanden. Ik kon daar gewoon niet mee dealen, zeg maar. En toen heb ik mezelf eigenlijk beloofd van ik wil nooit meer een huisdier, omdat het mij zoveel verdriet heeft gedaan. En dit ben ik een paar jaar later weer aan het huilen om ongeveer hetzelfde. Ik heb er niet van geleerd. Ik hou te veel van dieren, maar ik weet niet of ik hierna nog ooit een huisdier ga nemen. Ik ben blij dat ik nu Dino en Nira heb. Maar ik weet het niet meer, guys. Het doet me echt te veel verdriet als er iets aan de hand is met zo'n diertje. En zo'n dier kan je ook niet vertellen wat er aan de hand is, weet je wel. Dus, nou. Ik ben Marie Boom. Guys, ik had hier zo erg zin in. Ik heb lekker maiskolf gekookt. En ik ga het nu eten. Zo erg zin in. Een hele goede morgen. Ik heb al best wel een lange dag achter de rug. Hi mam. Hi. Ik ben jou straks, ja? Ja, is goed. Oké, bye bye. Ik heb al best wel een lange dag achter de rug. Ik heb allemaal afspraken gehad voor mijn zwangerschapskwaaltjes, jongens. Ik heb als eerst een afspraak gehad bij de huisarts. Ik moest even mijn urine langs brengen. Omdat ik denk dat ik een blaasontsteking heb. Want ik ga echt zo vaak naar de wc. Ik kan gewoon niet meer. Daarna moest ik naar de tandarts en de mondhygiëniste. Want ik heb voor het eerst in mijn leven dat ik gewoon echt een ontstoken tandvlees heb. Op deze manier. Ik heb het echt nog nooit gehad. Dus ik dacht, ik laat lekker alles schoonmaken. Ik wist niet dat dat ook een zwangerschapskwaaltje was. Maar blijkbaar. Ik heb alles lekker laten schoonmaken. Ik heb weer advies gehad om aan een elektrische tandenborstel te beginnen. Want ik was ermee gestopt op advies van mijn vorige tandarts. Maar deze tandarts raadt het juist wel aan. Dus ik ga het gewoon weer halen. En nu ben ik onderweg naar een event. Ik ga even Lemia ophalen. En daarna gaan we even samen naar Amsterdam. De afgelopen dagen waren echt zo leuk. Ik heb dus voor het eerst een baby gevoeld. En dit is natuurlijk mijn eerste zwangerschap. Dus meestal zeggen ze ja, dan voel je het eigenlijk nog niet zo heel snel. Ik ben nu 18 weken. Nou, het is eigenlijk begonnen 2 weken terug. Toen voelde ik meer van die plopjes. Echt een heel raar gevoel. Ik kon het eigenlijk helemaal niet zo goed omschrijven. En toen heb ik gegoogeld en heel veel vrouwen beschreven het als een beetje een vlindergevoel in je buik. En dat had ik dus ook. Dus ik dacht, oh, zo voelt het. Maar ik heb nu het gevoel alsof het een beetje anders aanvoelt. Dus het is niet meer zo'n kriebelgevoel of zo, maar het lijkt wel echt alsof iets duwt of zo. Echt zo'n plopje, zeg maar. En gisteravond lagen we dus in bed en ik voelde gewoon een paar keer achter elkaar. Dus ik zei tegen Nessie, ik voel echt een paar keer achter elkaar. Misschien moet je even je hand gewoon even erop leggen. En ik dacht, hij gaat het nooit voelen, want ik ben nog maar 18 weken zwanger. En ik dacht gewoon, hij gaat het gewoon echt niet voelen. Dus op een gegeven moment lagen we daar. Ik was gewoon even iets aan het lezen. Hij was nog steeds met zijn hand op mijn buik. En opeens voelde ik de baby en ik keek naar Nessie en ik zag zijn hoofd van... En toen voelde je het gewoon. Het is toch raar. Ik wist dus echt niet dat je partner het zo snel kan voelen. Het was waarschijnlijk niet heel heftig of zo, maar hij voelde gewoon iets. En dat had ik echt niet verwacht, dus we schrokken er allebei een beetje van. Maar het is allemaal echt zo nieuw voor ons allemaal. En echt zo speciaal om mee te maken. Ik ben echt elke dag nog dankbaar voor het feit dat ik zwanger mag worden.
ik sta er ook elke dag bij stil, om eerlijk te zijn. Soms geloof ik het nog steeds niet. Ik praat er volgens mij ook heel veel over. Sorry daarvoor als jullie me volgen. Maar ja, het is gewoon heel speciaal voor ons. En nu ga ik Lemmy ophalen. Ik heb trouwens ook echt nu al moeite met broeken. Vooral broeken. Ik kan nog wel mijn jurk in. Het ligt eraan wat voor jurk het is. Als het echt een rits is, zo aan de zijkant bij je borst en bij je buik. Dat is wel wat moeilijker, want dan is het gewoon strak. Ik kom er wel in, maar het is gewoon totaal niet fijn. Dus ik heb deze jurk. Dus ik doe even mijn gordel af. En dit soort jurkjes, die pas ik nog wel. Want daar zit echt heel veel stretch in. Kijk, deze jurk. Daar pas ik nog wel in. Ik heb niet echt een heel dikke buik. Nog. Maar hij zet wel echt uit in de avond. En dan kan mijn jurk gewoon niet meer dicht. De stretch is gewoon helemaal top op dit moment. Hi babe! Hey, Frank, leuk! Hi! Goed! Met jou? Goed! Oh my god! Lang niet gezien, hè? Een cadeautje voor jou. Dankjewel! Oh, nice. Hoe voel je je? Ja, een stuk beter dan eerst, man. Ja? Ja, ik kan weer auto rijden, hè? Echt? Ik ben echt zo misselijk voor autorijden. Ja, daarom dacht ik al. Hi! Ik dacht al van, daarom zei ik van, moet ik jou komen ophalen? Want ik wist niet of je wel able was om nee, te rijden. Nee, het gaat eindelijk. Gelukkig, man. Oh, gelukkig. Echt. Yeah, enjoying his life. Woo! Dit gebeurt ook wel in mijn hierop. I love it, ja. Yes. Yeah. Nou guys, ik ben hier met de ladies. Lekker aan het eten. En Shayoum, hij is schat. Hi babe. Guys, wij zijn nu bij Skins Cosmetics. Lemya gaat de Baccarat Rouge uitproberen. En ik vind die dus heel goor, maar hij is heel populair. En we gaan even kijken wat Lemya ervan vindt. Mm. Is die heel anders? Ja, er zit wel een andere toevoegende aan, ook meer aan. Wel lekkerder, maar het is niet mijn geur. Allebei ben ik teruggesteld. Sorry. Ja. Nee, dat is niet persoonlijk. Wij gaan lekker wat chicken eten, guys. De dag is nog niet voorbij.